Welkom allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Virtuals Vriendjes, aflevering 8 alweer. En we gaan vandaag sowieso een nieuwe speler toevoegen, want op dit moment hebben we 21 upgrade punten en daarmee kan ik eventueel al bij Naldum toevoegen. Als je vorige aflevering hebt gezien, dan weet je dat wel, namelijk voor die Woodburn, daarvoor kan ik hem toevoegen. Maar ik wil nog even 2 upgrade punten erbij sparen, zodat ik hem kan upgraden voor deze speler. Dat vind ik toch net iets chiller, want ik vind die Woodburn nog wel redelijk spelen. Maar als we bij Naldum hebben toegevoegd, dan begint mijn team er echt al een stuk beter uit te zien. Dan hebben we nog 2 zilveren spelers. Daarna hebben we alles goud. Dus het gaat sowieso beter worden deze video. En dat is super mooi. Maar voordat we verder gaan, gaan we natuurlijk eerst het rad erbij pakken. Want elke 1000 likes op de vorige aflevering is natuurlijk 1 gratis pinpunt waard. En we hebben de vorige aflevering gewoon meer dan 6000 likes gehaald. Om precies te zijn, 6100 likes. Hoe nice is dat? Het zou nog nicer zijn als we deze video de 7000 likes weten te halen. Dus smash allemaal een duimpje omhoog en we zien wel of we de 7000 likes kunnen halen. Het zou natuurlijk wel heel nice zijn. En vergeet ook zeer zeker niet te abonneren. Blijf je op de hoogte van al mijn FIFA video's, voetbalvideo's. Noem ze maar op. Maar laten we nu maar 6 keer gaan spinnen. En dan moet ik natuurlijk 5 of 2 upgrade punten verdienen voor Wijnaldum. Maar ik denk dat dat wel goed gaat komen. Let's go. Wat krijgen we als eerste? We beginnen met Thijspier. Dan hebben we meteen genoeg. Dan hebben we momenteel gewoon 25 upgrade punten. En we mogen nog 5 keer draaien. Dus het kan alleen nog maar beter worden. We zullen zien wat we nu gaan krijgen. Wat is de volgende? Nee. Oh, gelukkig. Oh, 1 vakje hier naartoe en we moesten stoppen met spinnen. Hij gaat er gelukkig net voorbij. We hebben 3 upgrade punten en we momenteel gewoon 28 upgrade punten. Dat is echt ziek veel, man. Maar we mogen nog 10 keer draaien. Wat gaan we nu krijgen? Come on. Een challenge. Dat is ook wel leuk. Dan zal ik dat even noteren en dan zoek ik zo meteen even een challenge op. Maar we mogen nog 3 keer draaien natuurlijk. Dus ik ben benieuwd wat we nu gaan krijgen. Come on. Eventjes iets goeds. De volgende spin telt dubbel. Dat betekent deze natuurlijk. Volgende spin is gratis plus dubbel. Dus dit kan een hele nice worden. Als we nu 10 punten of zo krijgen, zou echt mooi zijn. Of iets anders. Een challenge, die hadden we net ook al, dus deze tel ik niet mee. Dan gaat de volgende kaart komen. Dan moeten we nu niet nog een keer een challenge krijgen. Dat krijgen we, oh net niet. Dat krijgen we 2, maar dat wordt natuurlijk keer 2. Dus dan hebben we nu in totaal 4 upgrade punten erbij. Hebben we momenteel 32. We gaan echt hard qua upgrade punten, man. Maar we mogen nog 2 keer draaien natuurlijk. Dan ben ik benieuwd wat we nu gaan krijgen. En nog een keer volgende spin, keer 2. Lol. Dat is ziek, man. Wat gaan we nu krijgen? Dit telt dus keer 2. Nog een keer 2. Dus dat telt de volgende spin keer 4. Dit is echt heel bizar. Dit is echt niet normaal. Wat een leuk. Dan ben ik benieuwd wat we gaan krijgen. Dan moeten we geen minpunten krijgen. Oh yo, dit is het allerbeste wat we kunnen krijgen. We krijgen nu gewoon in 1 keer 1600 FIFA punten. Dan hebben we in totaal op dit moment 2900 FIFA punten. Dat is echt ziek veel. Gewoon omdat deze nu keer 4 telde. Maar we mogen nu nog 1 keer spinnen. Omdat die spins hiervoor natuurlijk gratis waren. Dan wordt dit de laatste keer. Maar dan kunnen we zo meteen een 125k pack openen. Ik ben benieuwd of we daar iets uit gaan krijgen. We krijgen nu gewoon nog 400 erbij. Dan hebben we gewoon 3300 FIFA punten. Dat is echt lijp veel, man. Volgens mij heb ik nog nooit eerder zoveel punten gehad. Maar laten we eerst maar even Wijnaldum gaan toevoegen. Oh nee, trouwens. Ik open eerst wel die pack. Want mochten we Wijnaldum uit die pack krijgen, dan kunnen we natuurlijk Wijnaldum gratis toevoegen. En dan kunnen we die upgrade punten voor iets anders gebruiken. En we hebben ook nog een challenge die we zo meteen kunnen doen. Dit is echt een zieke aflevering tot nu toe. Maar laten we maar gewoon lekker die 125k pack openen. Ik ben erg gespannen. Dit kan echt een zieke pack worden. We hebben nog 800 FIFA punten over. En ik verwacht dat we hier ziek veel upgrade punten uit gaan verdienen. Maar is het een team of the season? Het is een team of the season. Dus come on, laat het een goede zijn. Centraal verdediger. Nee, het is niet een extreem goede. Het gaat ermee door, maar het is hier in ieder geval eentje. En het is een walkout plus special card. Dus deze kerel is al 10 upgrade punten waard. Dan hebben we momenteel 42 upgrade punten. En er kan nog vet veel achter zitten. Dus het kan alleen nog maar beter. Misschien wel 2 team of the seasons. Nee, dat niet. Maar wel weer een walkout. Dus dat is nice. Dus dat zijn ook weer 5 upgrade punten bij. Dan hebben we 47. En elke speler boven de 83 is 1 upgrade punt waard. Oh nee, 2. Dus we hebben er hier 3. Dus dat is in totaal ook nog 6. Dan hebben we gewoon door deze pack in totaal 53 upgrade punten. What the fuck, dat is echt niet normaal. En ik heb zeker niks te klagen over mijn pack luck. Want we hebben 1 walkout van 88 rated. Die dik boven de 30.000 coins waard is. Plus nog een team op de season van 88. Dus op zich geen slecht pakketje.
Ik heb hier wel redelijk wat coins op verdiend, dus daar ben ik zeker blij om. Maar dan ga ik nu even bij Naldon kopen en dan gaan we die toevoegen. Helaas is het niet gekregen uit die pack, maar het was wel echt een heerlijk pakketje. We gaan hem even kopen en dan voegen we hem toe. En trouwens, ik had hier nog een comment van iemand die zei: na bij Naldon voeg Salah toe. Lijkt zo dat Joran dit ziet. Boos Army. En dat is misschien wel een goed idee, want we houden namelijk nog 30 upgrade punten over nadat ik bij Naldon heb geupgrade. Die team om te zien zijn bij Naldon, die wil ik ook binnenkort een keertje toevoegen, maar daar heb ik nog lang niet genoeg voor. Dus we doen het eerst op deze manier. Dan hou ik nu nog 30 upgrade punten over. Maar heel veel van jullie wouden dat ik Salah ging toevoegen. Dus ik ga even uitrekenen hoeveel Salah kost om hier rechtsbuiten neer te zetten. Hallo, dit is echt zieke toeval. Ik heb het uitgerekend om deze kerel naar Salah te upgraden. Kost precies 30 upgrade punten. Want ik zal het tabel er even bij pakken. Want tot en met 75 kost 1 upgrade punt. Nou, hij is 74, dus dat is 1. Van 76 tot 85, dat kost dan in totaal 20 upgrade punten. En van 86 plus naar 88 wat Salah is, kost dan in totaal 9 upgrade punten. In ieder geval, ik heb het uitgerekend en het kost precies 30. Dus ik kan precies Salah toevoegen voor die kerel die nu rechts buiten staat. En dan gaan we daarna die andere zilveren middenvelden upgraden. Maar dit is wel echt heel nice. Nou, dan heb ik ondertussen de gewone versie van Salah gekocht. Echt zo awesome. Ik had niet verwacht dat het met de upgrade punten zou lukken. Natuurlijk is die speler van 74 wel wat hoger qua rating als die spelers die ik op het middenveld had staan. Kijk, als ik bijvoorbeeld hem had moeten upgraden voor die Woodburn, dan was het niet gelukt. Het was gewoon puur omdat hij precies 74 is dat het lukte. Als hij 73 was geweest, was het dan niet gelukt. Dus dit is echt puur toeval. Maar boom, dan staat Salah daar nu in mijn team. Het is gewoon perfect op deze manier. Dan gaan we nu sparen voor Woodburn. Maar dan hebben we nu precies 0 upgrade punten over. Dus dat is jammer, maar het is niet anders. Maar ik had ook nog een challenge en ik heb een challenge uitgekozen van Niels. Hij zei: score met je 2 zilveren spelers en je mag Future Star Trent Alexander-Arnold toevoegen. Wow, Sammy, heel veel sterke armpjes. Hij zei ook nog dat hij deze serie leuk vond. Dat vind ik mooi om te lezen. Sowieso vet voor comments dat mensen deze serie leuk vonden. Bijvoorbeeld hier nog een comment. FIFA 20 komt eraan. Like als Joran door moet gaan met deze serie, zeg maar in FIFA 20. Boos Army. Hoe dan ook gaan we sowieso zo'n soort serie doen in FIFA 20. Ik weet niet of het precies deze serie gaat worden. Ik denk wel weer net wat anders, maar we gaan sowieso zoiets doen. Dus daar kunnen jullie naar uitkijken. Maar dat gaat nog een tijdje duren. Voorlopig gaan we eerst lekker door met deze serie. Dus dat gaat zo nice worden. Het enige probleem trouwens is natuurlijk dat ik ondertussen 1 zilveren speler heb geüpgraded voor Wijnaldum. Dus hoe ik het ga doen, ik moet 1 goal scoren met Wijnaldum en 1 goal met Woodburn. Want Wijnaldum is natuurlijk gewisseld voor die zilveren speler. Als ik met hun allebei weet te scoren de komende wedstrijd, mag ik Future Star Trent Alexander-Arnold toevoegen als challenge. Oh, dat zou zo nice zijn dat dat gaat lukken. We zullen het zien. We gaan gewoon lekker een potje spelen. Is iedereen fit? Ja, fit genoeg. Let's go. Oké, het team van mijn tegenstander is relatief goed. Ik heb wel steeds betere tegenstanders gehad en daar waar ik van had gewonnen. En ondertussen heb ik natuurlijk zelf ook een beter team. Dus ik heb zo'n idee dat ik wel van deze kerel kan winnen. Ik hoop het in ieder geval. Het zou fucked up zijn als het nu niet gaat gebeuren. Maar ik ga in ieder geval strijden en dan moet het vast goed komen. Oeh, maar nee. Giga veel ruimte. Harde lage voorzet. Oh, dat deed hij knap. Wie was dat? Was dat Woodburn? Het zou zomaar kunnen. Ik ga het even skippen en dan kunnen we het zien. Het was Woodburn. Weer een goal voor hem. Vorige aflevering had hij volgens mij beide wedstrijden ook gescoord. Het is best wel een beast. Dat betekent dat ik nu alleen nog met Wijnaldum moet scoren. Yo, komt bijna niet uit mijn woorden. Maar dan mag ik die Future Star Alexander-Arnold toevoegen. Dus het zou ziekbaar zijn dat dat gaat lukken. Nou, paasje door op Wijnaldum. Oh, hij is ja echt veel ruimte. Die verdediger die loopt weg. Dus gewoon rustig in de hoek. En dit is Gini Wijnaldum. Oh, yo. Nice, het is niet normaal. 22e minuut en ik heb gewoon met beide gescoord. En dat betekent dat we zometeen die Future Star van Alexander-Arnold mogen toevoegen. Hoe ziek is dat? Dit is echt bizar. Want normaal scoor ik helemaal niet zo heel veel met mijn middenvelders. En nu gewoon in 22 minuten echt ook met beide waarmee ik moet scoren gewoon. Dit is echt ziek een toeval. Nou, het is momenteel rust. Ik sta dus 2-0 voor. En het is niet zo dat mijn tegenstander totaal kansloos is. Hij heeft best wel wat grote kansen ook gehad. Maar gelukkig gingen die er niet in. Dus ik sta nog steeds 2-0 voor. Maar dan moet ik dit natuurlijk wel even vast blijven houden. Want het zou natuurlijk mooier zijn als ik dit gewoon weet te winnen. Die challenge heb ik sowieso al gehad. Maar het zou ook nog baas zijn natuurlijk dat we die overwinning ook nog binnen kunnen slepen. Origi, geen buitenspel. Even afkappen. Paasje door op Salah. Oh, die had hij eigenlijk al moeten scoren. En in de rebound zit hij dan wel. Want maar nee, maakt die bal dan af, dan staan we 3-0 voor. Oké, nu kan het niet meer fout gaan. Als we dit nog verliezen, dan weet ik ook niet wat er met mij aan de hand is. Nou, hier gaan we weer. Woodburn, tikkie door op Salah. Oh nee, dat ging niet helemaal goed, maar zo kan het ook. Tweede goal van Woodburn. Als hij nog één keer scoort, dan scoort gewoon een hat-trick met hem.
Ik snap echt niet hoe ik zo vaak met hem kan scoren, want zo extreem goed is hij niet qua statistieken. Maar hij doet het toch wel weer elke keer. Nou, de scheids heeft afgefloten en dat betekent dus dat we uiteindelijk 4-0 hebben gewonnen. Super nice. En die Alexander Arnold mogen we dus toevoegen. Dat is helemaal mooi. Dat is echt een goede speler. Maar nee, met de goal. Salah, die super chill speelde, uiteindelijk niet gescoord. Maar hij speelde gewoon chill. Wijnaldum ook super chill gespeeld. Echt heel fijn. Ik ben gewoon echt tevreden met dit team. En het wordt alleen nog maar beter natuurlijk. Dat is het mooie. Maar even het puntentabel erbij. We hebben gewonnen. Dat zijn 2 spinpunten. We hebben 0 goals tegen gehad. Dat is 1 spinpunt. We hebben 3 keer gescoord. Dat is 1 spinpunt. Dus we hebben in totaal 4 hele spinpunten verdiend. Dus dat is chill. Dan kunnen we meteen weer vaak aan het rad draaien. Maar laten we eerst maar even die Alexander Arnold kopen en toevoegen. 279.000. Is wel een dure speler. Maar dit is de eerste echt zieke speler die ik in mijn team kan toevoegen. En dat gewoon gratis doordat ik de challenges heb gehaald. Ik had nooit verwacht dat me dat zou lukken. Echt heel, heel, heel nice is dit gewoon. Maar dan gaat die Gomez natuurlijk uit mijn team. En dan moeten we eigenlijk alleen nog zorgen dat we die Woodburn gaan upgraden. Ik denk niet meer dat dat deze video gaat lukken. Maar dat gaat sowieso wel binnenkort een keertje lukken. Maar dan hebben we nu in ieder geval een zieke rechtsachter. Ik zal Van Dijk even zo neerzetten. Dan compenseert dat weer ietsjes. Dan hebben we ja alleen nog deze middenvelder. Dan is mijn team helemaal compleet. Maar laten we nu het rad er maar bij pakken. En dan gaan we 4 keer spinnen. Want dat mag natuurlijk nog. Dus laten we dan maar meteen doen. Let's go! Dan ben ik benieuwd wat we als eerste gaan krijgen. We beginnen met 200 FIFA-punten. Dan hebben we nu 1000 FIFA-punten. Dus dat is op zich ook al nice. Maar we mogen natuurlijk nog 3 keer draaien. Dus ik ben benieuwd wat we nu gaan krijgen. We krijgen nu 400, wat de fuck, 1400 FIFA-punten momenteel weer. Dit kost me zoveel geld allemaal. Het is wel nice, maar het kost wel veel geld. We gaan nog 2 keer draaien. Let's go. En wat gaan we nu krijgen? We krijgen volgende FIFA-wedstrijd keer 2. Dus stel we winnen, dan krijgen we niet 2 spinpunten, maar 4. Dus alles wat we volgende wedstrijd verdienen, gaat keer 2. Dus dat is wel nice. Laatste keer. En wat krijgen we tot slot? We krijgen nog 2 upgrade punten erbij. Dus dat is op zich wel lachen. Want we hadden er 0, dan hebben we er nu in ieder geval weer 2. Dan gaan we gewoon lekker een potje spelen. Die FIFA punten zal ik die al meteen opmaken. Ah, fuck it, die ga ik gewoon meteen opmaken. Het is een zieke aflevering. We gaan gewoon even door met het maken van deze zieke aflevering. Dan zijn mijn FIFA-punten wel bijna weer op. Moet ik wel weer nieuwe bijkopen. Maar dan hebben we nu nog 300 FIFA-punten over. Dan hoop ik dat we nu weer een Team of the Season kunnen krijgen. Maar dat zit er helaas niet in. Want het is helaas geen walkout. Wat is het wel? Dit is... Wie is dit? Nee, dit is geen Godin. Nee, dit is Jimenez. In ieder geval 83 plus, dus dat is sowieso 2 upgrade punten. Dan hebben we nu 4. Maar er kan eventueel nog een 83 plus achter zitten, waar we extra mee kunnen verdienen. En er zitten nog 2 achter, dus dan hebben we weer 4 erbij. Dan hebben we nu in totaal 8 upgrade punten. En ik zie helaas geen speler van Liverpool. Maar op zich, redelijk pakketje. Het had op zich ook slechter gekund. Maar laten we nu maar snel doorgaan naar het laatste potje. En hopelijk gaan we die ook winnen. Helemaal omdat hij nu natuurlijk dubbel telt. Dat is wel extra nice. Ik zal trouwens nog wel even een conditietraining toepassen. Zodat iedereen extra fit is. Want deze wedstrijd wil ik natuurlijk gewoon winnen. En boom, dan is nu iedereen fit. Ik heb trouwens toch zat van die kaartjes. En dan gaan we nu gewoon lekker spelen. Let's go. Dan moet mijn tegenstander natuurlijk niet een al te goed team hebben. En dat heeft hij ook niet. Oké, dit ben ik gewoon verplicht om te winnen. Want mijn team op dit moment, nou, is misschien even goed. Het is, ja, misschien wel net iets beter. Nou, ik denk dat het vergelijkbaar is. Dus ik moet dit eigenlijk gewoon winnen. Helemaal als je het team van mijn vorige tegenstander keek. Die ik ook makkelijk vond. Nou, Salah naar het midden. Terug op Salah. Afkappen, paasje voor. Daar staat Wijnaldum helemaal vrij. Maar Mané ook. Oh. Oh joh, dat scheelde helemaal niks. Nou, tikkie door. Oh, die was perfect. Wijnaldum, andere kant staat Mané helemaal vrij. Hoe de fuck krijg je die bal er niet in? Het was zo lekker uitgespeeld, jongen. Hoe kan dat? Nou, mijn tegenstander drukt op start. Geen idee wat hij gaat doen, maar die had ik ook echt moeten scoren. Nou, Woodburn, daar gaat hij, jongen. Woodburn! Yo, dit is al de zoveelste kans van mij die er niet in gaat. Ja, en dat zie je ook aan de kansen. 11 schoten gewoon gehad, waarvan met 2 op goal. What the fuck? Oké, maar in ieder geval heb ik ziek voor kansen. Ze gaan er gewoon allemaal niet in. Dat slaat helemaal nergens op. Tweede helft moet het wat beter gaan. En dat hoop ik ook dat dat wel gaat gebeuren. Misschien gaat dat ook meteen gebeuren. Wijnaldum op de bal. Oh, yo. Kijk, dit is gewoon typisch deze wedstrijd. Zo gaat bijna elke kans. Gewoon net niet de hele tijd. Nou, nu dan. Nu dan. Dan moet deze zitten. Tikkie opzij. Als deze misgaat, what the fuck. Oh, ik word echt chagrijnig. Ik heb zo bizar veel kansen. Nou, misschien moet het dan gebeuren uit de corner. Hier, Salah. En net gebeurt ook. Zieke goal.
Lol, what the fuck, dat was wel een mooie omhaal van Salah. Uiteindelijk scoorde hij niet, want hij werd nog ingetikt door Origi was dat. Maar wel 1-0 voor en daar gaat het om. Oh, dit heeft zo lang geduurd, dat is echt niet normaal. Nou, come on, nog even die 2-0. Dat zou mooi zijn. Hier, deze kerel staat helemaal vrij en dat is de 2-0. Zou hij nu nog gaan reeds quitten? In de 83ste minuut? Dat zou echt heel debiel zijn, want als hij eventjes wacht... Dan heeft hij gewoon nog die coins die hij verdient door een wedstrijd. Oké, nee, race kun je niet. Maar hij staat in ieder geval 2-0 voor. En dat is hartstikke mooi. Nou, de scheids heeft afgefloten. En dat betekent dat ik uiteindelijk gewoon prima 2-0 heb gewonnen. Uiteindelijk is het dus nog helemaal goed gekomen. Het duurde alleen eventjes voordat ik die kansring afmaakte. We hebben 2-0 gewonnen. Dat betekent 2 punten voor de overwinning. Plus 0 goals tegen. Dat is 1 spinpunt. Dus in totaal 3 spinpunten. Maar het telde natuurlijk keer 2. Omdat we net keer 2 aan het rad hadden gedraaid. Dus we hebben in totaal 6 spinpunten. Verdient deze wedstrijd. Dat is niet normaal. Dan hebben we aan het begin 6 keer mogen draaien, halverwege 4 keer en nu weer 6 keer. Dus dit is echt een hele zieke aflevering. Maar laten we dat maar gaan doen en hopelijk krijgen we even wat upgradepunten. Dat zou mooi zijn. We zullen zien. Wat gaan we krijgen? Oeh, dat scheelt helemaal niks. Ging gelukkig daar net voorbij. Dan hebben we wel 3 upgradepunten erbij. Dan hebben we momenteel 11, maar we mogen nog 5 keer draaien. Kom maar op, wat gaan we krijgen? We krijgen nu... Oh, dit is wel jammer. Min 2. Nou ja, het kan natuurlijk niet altijd mee zitten. Tot nu toe zat alles mee, dus een keertje iets in min is ook niet heel erg. Maar we mogen nog 4 keer draaien. Dan ben ik benieuwd wat we nu gaan krijgen. We krijgen nu 400 FIFA-punten. What the fuck? Ik heb zoveel FIFA-punten deze aflevering gekregen. We hebben momenteel 700 FIFA-punten weer. Maar kom op, nog 3 keer draaien. Wat gaan we nu krijgen? We krijgen jackpot, dat zijn 4 upgradepunten. Dan hebben we er momenteel 13. Nog 2 keer draaien. Dan ben ik benieuwd wat we nu gaan krijgen. En we krijgen een challenge. Laat mijn challenges weten beneden in de reacties. En dan mag ik begin van de volgende aflevering een challenge uit gaan voeren. Dus dat is nice. In ieder geval, ik vind dat persoonlijk erg nice. Dus laat allemaal even een challenge achter in de reacties. En de meest gelikte challenge, die ga ik uitvoeren. Maar dit was de laatste keer. En dan ben ik benieuwd wat we tot slot gaan krijgen. We krijgen tot slot nog eens 4 upgradepunten erbij. Dus dan hebben we momenteel ook 17 upgradepunten. Daar hebben we ook weer redelijk wat van. Laat ook even weten wat ik moet doen met de upgradepunten die ik heb. En voor welke speler ik moet gaan sparen. Ik denk dat het handigste is dat ik mijn middenvelder als eerst ga upgraden. Maar laat even weten in de comments voor wie ik die middenvelder moet gaan upgraden. Want ik mag eventueel ook icons kopen op het middenveld. Want bijvoorbeeld Gerrard of Liedmanen, dat zijn natuurlijk middenvelders. Die mag ik ook toevoegen omdat die bij Liverpool hebben gespeeld. Dan moeten we natuurlijk niet vergeten dat we icons die hebben gespeeld bij Liverpool, dat we die ook mogen toevoegen. Misschien is dat ook wel een leuk idee. Of een andere middenvelder, laat gewoon weten in de comments en dan kan ik dat binnenkort gaan uitvoeren. Maar dan was dit het voor deze aflevering. De ziekste aflevering ooit op mijn kanaal. Dat weet ik bijna wel zeker, want echt alles ging gewoon goed. Super upgradepunten, super veel FIFA punten. We hebben Timon de Ziezer gepakt, we hebben een andere walkout gepakt, dus echt bizar hoe nice deze aflevering was. Maar dan wil ik jullie allemaal bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten als je dat nog niet hebt gedaan. Dan heb ik tot slot nog maar één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, maat. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje nou leuk vond, dan vind je het filmpje wat hier komt te verschijnen waarschijnlijk ook wel leuk. Hoogwaarschijnlijk, want het is een beetje hetzelfde soort filmpje. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hierop. Dan kan je abonneren op mijn YouTube kanaal. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bowser Army. Let's go!